Ja, buiten is het nog nacht. 6:00 in de ochtend. Ik kan er helemaal niet tegen om dat vroeg opstaan. Maar goed, dat moet. Want we hebben dadelijk een taxi naar Schiphol. Ja, het is altijd een beetje gedoe op een airport. Drukte, koffers, gedoe. Totdat je door de douane bent. Ja, we zijn er. En we zijn er zelfs al 2 dagen, want we zijn vrijdag aangekomen en het is nu maandag. Het was allemaal een beetje nieuw, want voorheen hadden we een ander appartement. Dus het nieuwe appartement hadden we wel een keertje gezien. Maar daar moesten we dus naartoe en kijk of het helemaal toch wel aan je wensen voldoet. Nou, ik kan je één ding zeggen, dit voldoet enorm. Het is een ontzettend lekker appartement. Het ligt in een heel klein resortje waar voornamelijk expats wonen. Dus mensen die gaan overdag werken en hier een aantal jaren verblijven. En wij dan, hè, 5 maanden. Erg leuk. Ook een beetje gezelligheid, een beetje reuring, weet je wel. Je spreekt gelijk mensen. We zijn al opgenomen in de buurt-app en zo. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar voordat ik verder ga, zal ik je zo ook op het huis laten zien. Dan ga ik binnen, en dat heeft te maken met het licht. Want als ik hier zeg maar naar binnen loop, dan straalt zo die zon in de camera dat je niks meer ziet. Dus ik doe dat even via een andere deur. Dan kan ik je even laten zien hoe het eruit ziet. Nou, ik loop hier dus even gewoon naar binnen. Via de deur, dus niet van, ja, de deur van het terras, dat zal ik zo laten zien. Nou, het is heel simpel natuurlijk, open keuken. Ja, met alles erop en eraan, dat is natuurlijk echt lekker. Want ja, wij koken zelf, dat is het. Nou, en dan gaan we even verder naar de slaapkamers. Ja, helemaal top. Er hangt natuurlijk nu een moskietennet over het bed. Ik kan hem een beetje laten zien, maar niet echt. En wat ook heel fijn is, is dat we in elke slaapkamer een eigen douche hebben en een eigen wc. Nou, top toch? Alles zit erin. Ja, en als ik dan naar buiten loop via het terrasdeurtje. Nou, jongens, dan kom je dus in een bak licht te staan. En het uitzicht, ja, het is echt een heerlijk resortje waar we zomaar in terecht gekomen zijn. En we zijn er ook eigenlijk nu al heel blij mee. Echt, jongen, die keuken met afwasmachine. Echt, het is alsof je thuis bent, weet je wel. Maar dan op Curaçao. En dat was natuurlijk ook altijd de bedoeling. Wij wilden hier leven zoals we ook gewoon in Amsterdam leven. Dus niet als een razende roerland rond het eiland rennen en weer alle bezienswaardigheden opzoeken. Nee, gewoon lekker relaxed, boekje, zwemmen en natuurlijk dat fantastische klimaat. Ja, ik ga er nu weer even een eind aan breien, want jullie hebben wel het huis gezien. Jullie weten waar we zitten op Curaçao. En als je nog vragen hebt of opmerkingen, plaats ze hieronder. Dat is natuurlijk altijd lekker. En natuurlijk, als je dadelijk dat kleine ronde logootje ziet verschijnen, als eindscherm, dan kun je daarop klikken en dan kun je je natuurlijk ook op mijn kanaal abonneren. We spreken!